nog aangezichtsletsel, hè? Dat is toch bizar? Ja, is omhoog geschoven, denk ik. Ja, denk ik ook. In Wegbewakers volgen we de weginspecteurs van Rijkswaterstaat. Zij zetten elke dag hun leven op het spel om de veiligheid in doorstroming op de Nederlandse wegen te garanderen. Het is heel gevaarlijk. Voor 80% ben je afhankelijk van anderen. En regelmatig vinden ze ook de meest opmerkelijke voorwerpen langs de weg. Ja, banken, koelkast. In deze aflevering rijden we mee met weginspecteur Rinaldo Kiever in de regio Rotterdam. Een gebied met veel vrachtverkeer, grote knooppunten en meerdere tunnels. In de spits rijden hier gemiddeld 15 weginspecteurs rond om het verkeer in goede banen te leiden. En dat is geen overbodige luxe, want in de eerste 5 maanden van 2017 werden bij Rijkswaterstaat duizenden meldingen gedaan van incidenten op de snelweg. Wat neerkomt op tientallen per dag. Rotterdam is daarmee de koploper incidenten in Nederland. Rinaldo, met Corina. Hi Corina. De spits staat op het punt van beginnen als Rinaldo door de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat richting de Brienoordbrug wordt gestuurd. Dus op de Brienoord? Ja. Daar staat een voertuig stil. We hebben kruisjes gezet. Oké. Dan ga ik even rijden. Ik ben onderweg. Op de bewuste rijstrook zijn al kruisen gezet, maar die worden genegeerd. Ja, ik heb hem in de camera. Oké. Ik ben in ieder geval bijna te plaatsen. Ik rij nu bij 22.0. Is goed. Voorzichtig, want ik zag net ook nog een vrachtwagen die door de kruis heen reed. Komt goed, dankjewel. Een rijstrook sowieso is geen veilige locatie. En daar helemaal niet, want je zit ook met heel veel vrachtverkeer wat daar natuurlijk voorbij komt. Goedemiddag. Ja, hoi. Wat is het probleem? De motor viel opeens uit. Hij reed heel langzaam. Ja. Op een gegeven moment gaf hij geen gas meer en hij start ook niet meer op. Dan ruikt dat een beetje brandlucht hier. Precies, ja. Omdat er geen vluchtstrook op dit deel van de A16 is, moet de kleine vrachtwagen op de rijbaan worden geborgen. Een gevaarlijke klus die met het langsrazende verkeer snel handelen vereist. Een ongeluk zit tenslotte in een klein hoekje. Ja, een auto die wijkt uit of valt in slaap of heeft gedronken of wat dan ook. En dan kom je afzettingen, ja, dan kun je alles goed hebben staan. Maar ja, dan gaat het niet redden. De berging van de vrachtwagen verloopt zonder grote problemen. En Rinaldo kan zijn weg weer vervolgen. De verkeerscentrale meldt zich weer met een mogelijk ernstig incident op de A20. 20 rechts, 44-4 is een ongeval van mijn motor. Oké, we gaan die kant. Die krijgt Mirjam net binnen, dus dat is belangrijk weer. Ja, helemaal goed. Ik ben onderweg. Oké. Hoi. Omdat een motorrijder een kwetsbare groep is in het verkeer, haast Rinaldo zich naar het incident. Daarbij moet hij regelmatig onoplettende bestuurders ontwijken. En ook op de A20 worden de rode kruisen weer massaal genegeerd. We zien nu dat de mensen nog door de kruis blijven rijden, want die staan er al een tijdje. Het negeren van rode kruisen is een probleem waar Rijkswaterstaat al jaren actie tegen voert. Maar ondanks de honderden boetes die de weginspecteurs in het afgelopen jaar wederom hebben uitgeschreven, blijven sommige bestuurders zich niets aantrekken van deze belangrijke verkeersmaatregel. We gaan echt geen kruisen voor niks neerzetten. Je staat daar voor de veiligheid en je krijgt een beetje het idee dat... dat mensen denken dat die kruisen er voor niks staan of dat wij dat zomaar voor niks neerzetten. Als Rinaldo bij het incident aankomt, wordt de gewonde motorrijder al behandeld in de ambulance. De vraag is nu hoe lang de weg nog dicht blijft en het verkeer alleen via de vluchtstrook mag rijden. En gaan jullie nog onderzoek doen of iets? Nee, het letsel in het worst case is een hersenschudding, dat gaan ze uitzoeken. Ja. Dus ja, hij had moeten stoppen, dus eigenlijk duidelijk. Weghalen, klaar. Ja. Oké, helemaal goed, super. Uit meerdere verklaringen blijkt dat de motorrijder zelf schuld heeft aan het ongeval. Rinaldo kan nu direct aan de slag met het vrijmaken van de weg. En dat is hard nodig, want inmiddels staat er al een flinke file op de A20. Hij wil daarom de motor zo snel mogelijk aan de kant hebben. Maar dat verloopt niet zonder problemen. Als we nou het verkeer daar even stilzetten, ja. We zetten deze op de vluchtstrook. Ja, precies. Dan haal ik die kegels terug, dus ga ik op de vlucht staan, dan kunnen we de rijstrook weer vrijgeven. Ja, dan kunnen we de kruisen eraf gooien. Ja, op het moment dat je daar staat, dan ga je bedenken van hoe kun je de capaciteit weer zo snel mogelijk op een zo groot mogelijk krijgen. Rinaldo zet het verkeer stil zodat de motor kan worden verplaatst. Maar dan komt een van de agenten naar hem toe gerend. Er is een probleem. Het verkeer had ik op dat moment stilgezet en de politie zou op dat moment de motor om gaan zetten naar de vluchtstrook. En wat bleek is dat hij in de versnelling stond en door het incident, door de schade,
dat hij daardoor er niet uit kon komen en we hem dus niet naar de vluchtstrook kregen op dat moment. Aangezien het plan mislukt, moet de berging toch op de linkerrijstrook plaatsvinden. Een tegenvaller, want inmiddels is de file op de A20 al opgelopen tot ruim 7 kilometer. Je probeert alles, waardoor ik dus probeerde om die twee rijstroken vrij te krijgen, want dan heb je je maximale capaciteit weer terug. Alleen ja, helaas, op dat moment lukt dat niet. Je weet dat je niet heel erg gewild bent op die momenten. Want ja, je veroorzaakt een file, volgens hun. Ja, je bent dan toch gauw de boeman. Hey, bedankt weer, tot de volgende.